Het was vreselijk. Het was vreselijk. Ik zal je uitleggen waarom het vreselijk is. Jongen, goedemiddag. Hallo. Je ziet er uitgerust uit. Ja, hoor. Ben je een beetje bijgekomen? Nou ja, maar ik had niet zoveel bij te komen. Kijk, het is wel intensief zeven dagen in de week, maar ach. Als je zeven dagen in de week één uur per dag moet werken, is het wel te doen hoor. Ja, maar die zeven dagen dus in plaats van vijf dagen, dat was niet dat je dacht: van dit is wel echt een stukje zwaarder nog? Nee, nee hoor, ik, 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 ik maak me daar nooit zo druk om. Oké, okay, okay. we zijn nu 2,5 week na de, de laatste uitzending ongeveer. Wat heb je sindsdien gedaan? Wat heb je bij de feestdagen gedaan? Ja, dat heb ik bij de feestdagen gedaan. Eigenlijk niks bijzonders. We zijn niet weg geweest en daar heb ik wel ontzettende spijt van gehad. Want met dat geknal hebben we weer ontzettend met die hond gezeten. Die is als te dood voor rotjes. En dan was ik een beetje vergeten door dat corona, dat die honden daar zo bang voor zijn. Dus ik denk, ik blijf hier wel zitten. Maar ik blijf nu nooit meer hier zitten met de feestdagen, want dat is niet te doen. En dan moet je echt zoeken in Nederland om een plekje te vinden waar het stil is. Want wij zijn zo'n klein landje. Je zit altijd dicht bij een bebouwde kom. Ja. En ik ben een van degenen die hoopt dat de politici nu voor het eerst eens een keer gaan luisteren naar de mensen in het land als 60% van het geknal af wil. Dan lijken we een goede reden om dat te verbieden. Ja, want er was nu meer vuurwerk dan ooit verkocht zelfs. Ja. Dus dat heb jij ook gemerkt in Groningen? Ja, ik, ik begrijp dingen niet. Hè. Het loopt storm bij de voedselbank, de mensen kunnen de energierekeningen niet betalen. Maar er worden voor honderdduizenden euro's besteed aan zinloos vuurwerk. Ja. Ja, het is hun, hun geld hoor, maar ik begrijp het niet. Je ja, hebt geen vuurwerk afgestoken, nee. Maar met... Ik heb nog nooit van mijn leven vuurwerk afgestoken. Ook geen sterkjes vastgehouden? Nee, 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 dat is kindervuurwerk. Dat doen we niet, hè? Nee, nee. Uh, trouwens, ik zag wel dat je met de kerst bij uh, Marike, je dochter, was geweest. Nee, die is hier geweest. Oh, die was hier? Ja. Ja, maar er stond een leuk fotootje op Twitter. Die heb jij waarschijnlijk niet gezien. Maar... Nee, want ik heb geen Twitter en. Uh... Ik uh, vermoed al dat het een fototje is met van die rare uh, horens. Met een gewei op je hoofd, ja. Ja ja ja, ja. ja, 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 Je moet dan ondanks dat je niet drinkt, als de dames al een fles wijn en een mik hebben, dan moet je een beetje meedoen, hè? Als vader zijn. Ja. Hè? En dan staat er een selfie op Twitter. Tjonge, tjonge, jonge, jonge, wat hebben we een nou lol. Ja, ja. Nou ja, ik vond het een leuke foto. Dus die ga graag ontbrak uiteraard niet. Maar uh, ja, drinken doe jij natuurlijk niet. Maar het was wel gezellig. Jawel, jawel, jawel. Nee, prima. Kijk, die vinden het ook een pleurencent hier naartoe. Maar dat is wel even gezellig, jawel. Ja, ja. avond. Heb je de oudejaars uh, special gekeken van vandaag in zuid? Kijk je nee. dat dan of niet? Nee, 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 nee. Ik kijk niet naar mezelf. Nee, nee. nee dat vind ik zo gênant. Nou, hoe vond je het, de uitzending? Ik heb het niet gezien, dus ik weet het niet. Nee, maar je was er toch wel bij? Oh ja, ja, och ja, maar dat was nog een beetje mosterd aan de maaltijd. Hè? Dat hadden we net uh, vijf of zes weken, zeven dagen de week gedaan. Mm -hmm. En dan ben je blij dat je even adem kunt halen. En dan moest er nog zo'n special uit en zo. Uh, ik heb geen idee. Nee, nee. En de Oudejaarsconferenties op Oudejaarsavond dan? Met, dat was Guido Weijers En ik geloof dat de mening daarover van jou wel enigszins bekend is. En Claudia, de Brey, heb je die wel gezien dan? Kijk je die? Nou, ik heb van allebei een uh, groot stuk gezien. En ja. Het zijn alle twee B-artiesten. En uh, kun je meer verwachten van B-artiesten. En uh, mevrouw De Breij die wil ook nog een boodschap meegeven. En ik vond Weijers beter dan die jaren ervoor, maar het is nou niet zo dat je zit te schaten lachen om, om wijers. En nee. de Brij, ja, die denkt dat ze een hele madame is in die wereld, maar dat valt wel mee, vind ik, weet je wel, dan. ...komt er weer een riedeltje en dan wordt er weer een lullig liedje gezongen en dat is dan cultuur. Dat zal wel, ja. maar geef mij maar die jongens uit het zuiden, die Mazen en zo. Ja, ja die, heeft, die heeft al een tijd geen... Uh, nee, to maar, maar doen. weet je wel, dat kan niet meer. Mazen en hoe heet die andere jongen uit het zuiden? Hans Theower. Ja, Hans Theower. Dat zijn twee jongens waar ik wel voor ga zitten, maar... Uh, ...ik denk dat geen zender het aandurft bij de wolkgemeenschap, want dat zal ongetwijfeld seksistisch zijn. Uh, zal vrouwen onvriendelijk zijn? Ik weet niet wat het allemaal zal zijn, maar ik denk heel veel. En daar houden, dan houden Zenders nu rekening mee. Hè? Want Zenders laten trouw uh, de oren hangen naar de social media. Hè? Ja. Hoe heb jij teruggekeken op het eerste jaar vandaag in Sijd? Prima. Kijk, uh, ik heb dat een beetje doorgedrukt, dat programma, omdat ik zat was van dat gelul over voetbal. Hè. Op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Daar heb ik te lang in gezeten, in die voetballerij. Dus ik wilde van alles wel als het maar niet over voetbal ging. En uh, daar zijn we aan begonnen. Maar ik ben blij dat het is gaan lopen. Want anders had ik het op mijn bordje gekregen. Want we hadden natuurlijk een honderd jaar door kunnen gaan met het geneuzel over voetbal. En uh, ik ben blij. Ik, ik ben blij dat we het gedaan hebben en, uh, en dat, het, dat het gelukt is. Ja. Kijk, uh, we hebben hele, hele goede cijfers. En het kan allemaal veel beter nog. Maar, uh... Wat kan er nog beter dan? De cijfers zijn inderdaad perfect. Dat loopt volgens mij goed. Je kijkt tevreden terug. Wat vind je dat er nog beter zou kunnen? Nou ja, wat een heel groot probleem is bij ons. Kijk, wij hebben aangetoond dat met drie vaste mensen het beter werkt dan met. Zes of zeven oninteressante gasten aan tafel, wat de normale talkshows doen. Dat werkt niet, want dan zet je naar een talkshow en dan kijk je wie er zitten. En dan ga je alweer verder, dan denk je, ja, dit heeft geen zin om te kijken. En wij met z'n drieën zijn verrassend. Uh, we zijn spraakmakend, we zijn ordinair in die zin dat we af en toe te ver gaan. Maar de grote kunst bij ons is. Een juiste vierde persoon erbij, en dan nog een geschikte persoon aan de bar. En we hebben gemerkt, die zijn dun gezaaid. Die zijn dun gezaaid. Ja, maar dus als er dan als je iets moet benoemen dat beter kan, dan is het in die, die bargafdeling. Ja ja, 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 ja. Die, die maken het programma compleet. Een, een hele hoop mensen voelen zich geroepen, die zitten graag bij ons. Ook een hele hoop. Zitten niet graag bij ons. Maar er zijn er wel die graag bij ons zitten. Maar dan moet je ook nog geschikt zijn. Je moet net dat gat invullen. Je moet net iets ja. toevoegen. En bijvoorbeeld Job, de advocaat, uh, ja, die heeft dat heel erg. En Eus, die heeft dat ook heel erg. En ik vind persoonlijk dat Duk dat ook heeft. Maar dat was het wel zo'n beetje. En we zitten graag, we zitten graag met Helene. Dan is de sfeer goed aan tafel. Kijk, een vrouw aan tafel bij ons dat, dat werkt goed. Uh, maar ook uh, zijn er weinig vrouwen die dat goed invullen, tenminste naar onze normen. Ja, en ja. Helene noemde ook Paul de Leeuw nog even in de Oudejaars uitzending dan natuurlijk. De, is dat dan nog iemand die terugkomt? Of, of is dat, uh, ja, hoe is dat eigenlijk. Uh... Ik vind Paul de Leeuw een hele aardige man. En ik vind Paul de Leeuw ook wel een goede tv-maker. Maar ik vond het bij ons niet zo, uh, niet zo goed passen. Want dan wordt het toch een beetje de Paul de leeuw show. Want oh ja. dat doet de jongen niet expres. Maar die jongen is zijn hele leven lang. Heeft hij al een eigen show? En uh, nee, ik vond het, uh, ik vond het geen, geen succes. Maar dan krijg je meteen bericht in de krant. Van dat hij geboycott wordt. helemaal, helemaal geen, geen sprake van. Nee. Maar wij zitten liever met, met, met die andere jongens. Oké, okay, helder. Ja, ik zag op de NOS.nl vorige week een bericht staan dat uh, de meerderheid van de Nederlanders, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau, zich ergeren aan de polarisatie in Nederland. De mensen ervaren, dat vooral, uh, ervaren vooral dat kleine groepen met een confronterende stijl veel aandacht krijgen in onder andere talkshows. En bij dat bericht stond in eerste instantie een foto van, van vandaag in zij. Die hebben ze later overigens gewijzigd. Als jij dat hoort, misschien heb je het ook wel gelezen. Hoe polariserend vind jij dan talkshows en misschien vandaag je het. Een talkshow, dat zegt het al. Dan moet wat gezegd worden. En ik zie alleen maar talkshows waar mensen politiek correct uh, zijn en waar ze juist niet zeggen wat ze echt menen. En wij zitten daar en wij hebben geen remmingen. Wij zijn uh, geestelijk onafhankelijk en wij zeggen gewoon wat we van een onderwerp vinden. En een heel groot deel van Nederland stelt dat bijzonder op prijs. En dan de wolkgemeenschap noemt dat ongetwijfeld polariserend. Maar ik ga er naartoe en ik geef mijn mening. En je hoeft het niet met mijn mening eens te zijn. Maar dat wordt dan weer vertaald. Alles wordt in het negatieve vertaald. Polariserend, seksistisch, eh, homofoob, eh, vrouwenvriendelijk. Eh, het wordt bijna onmogelijk. Om een talkshow te hebben om het iedereen naar zijn zin te maken. En het laatste wat ik wil, is het iedereen naar zijn zin maken. En alle allerlaatste die ik het naar zijn zin wil maken, zijn die, die trucjes van de wooggemeenschap. Ja, van acte. Kijk je er alweer naar uit om weer te beginnen? In nee. De, in... nee, nee, maar zo sta ik er helemaal niet in. Ik vind het prima als we weer beginnen, maar ik kijk er niet naar uit. En ik ben ook niet blij als het afgelopen is. Ik doe het gewoon, ik heb een contract en ik doe mijn ding. Kijk je wel uit naar 2023 in het algemeen? Wat, wat verwacht je ervan? Nou, het kan niet zo'n kut jaar worden als 2022. Dat lijkt me toch onmogelijk. Ik kan me niet voorstellen dat meneer Rutte en al zijn mensen nog eens een keer zoveel fouten gaan maken. Dat, dat, dat lijkt me onmogelijk. Nee. Is er trouwens, voordat we nog over andere actualiteiten uh, gaan hebben, volgens contract is dit jouw laatste jaar dan? Is het ook echt jouw laatste jaar of kun je daar niets over zeggen? Nee, dat, uh, daar wil ik niet op vooruitlopen, want je weet, niet, uh, je weet totaal niet uh, wat er gebeurt. En uh, komt er een fusie tussen Talpa en RTL en hoe gaat het verder? Het is natuurlijk zo: als je goede kijkcijfers hebt, dan zijn ze in principe natuurlijk geneigd om verder te gaan. Dat is niet zo onlogisch zoals je de tv-wereld in elkaar. Ja. Maar en, jij dus in principe dan ook wel? Of is dat gewoon... Ja, kijk, ik ben op een leeftijd dat ik moeilijk kan zeggen hoe ik de fysiek over een jaar uit zal zien. Dus ik, ik laat dat gewoon gebeuren. Ja. Afgelopen maandag zag ik je bij Rob Kemp zitten. Nu was het ook wel even in de uitzending voorbijgekomen. Hoe heb je dat beleefd? Was het... En, en was het... Daadwerkelijk een kutmiddag, zoals je op het einde zei? Eerlijk zeggen, want anders zeg je het vanavond of van de week wel aan tafel... viel het mee of viel het tegen? Ik vond het een geweldige kutmiddag, Rob. Dankjewel. Het was vreselijk. Het was vreselijk. Ik zal je uitleggen waarom het vreselijk is. Kijk, ik vind Rob Kens een aardige jongen... en het is een programma van Talpa en Marco, directeurtje... die vroeg... <coughs> Rob Kens wilde mij graag doen. Dan denk ik, ja, dan ga je weer... Uh, dan word je geïnterviewd en ik heb dat vaker gehad. Dan gaat een een of andere juffrouw die je niet kent, die gaat daarin zitten knippen. En uh, de verkeerde dingen halen ze eruit en de verkeerde dingen laten ze, ze staan. Ik heb daar gewoon alleen maar slechte ervaringen mee als je heel veel opneemt en dan iets gaat samenstellen. Maar goed, afgesproken dat uh, ik daar inzage zou krijgen. Maar ik kom daar en daar is... Uh, Antoinette Schulderman, dat is de souffleur van Rob Kemps. Die uh, coacht hem een beetje. Maar nu heb ik ervaringen met uh, Antoinette Schulderman. Die heeft meegeschreven aan mijn boek samen met haar partner Michel van Egmond. En dat begon hier ook aan, deze, aan dit bureau met een interview met mij van Antoinette. En die begon mij te interviewen. En dat was klaar. En toen dacht ik, ja maar, hier heb ik helemaal, helemaal geen trek in. Want dat waren allemaal van die boulevardachtige vraagjes van... wanneer heb je voor het laatst gehuild? Uh, wanneer heb je iets liefs gezegd uh, tegen je vrouw? Uh, hoe was dat met je ex-vrouw? Hoe was dat zus? Hoe was dat zo? Ik denk, dat wil ik niet. Toen heb ik een mail gestuurd naar Michel en Antoinette... dat uh, op deze manier dat ik het niet zou doen... Want ik wil niet verzeild raken in een, een of andere privé-interview, wat niet zou misstaan bij Boulevard of Shownieuws. Uh, toen kreeg ik het antwoord terug dat dat verder niet de bedoeling was. En ze hebben dat, die mail van mij, als opening van het boek gebruikt. Dus zo dacht ik over Schuldeman die vindt dat ze een van de beste interviewsters van Nederland is. <coughs> Maar ik vind dat ze niet verder komt als niveau boulevard shownieuws met dat gebrabbel. Dus ik ga die met die Rob Kemps zitten in het Herman Brood Museum in de Zwolle. Scheuleman op de achtergrond. En alle vraagjes die zij aan mij gesteld had hier voor mijn boek, kwamen nu uit de mond van Rob Kemps. Dus ik ben niet geïnterviewd door Rob Kemps. Ik werd geïnterviewd door Scheuleman en weer al die dingen waar ik niet over wilde praten nee. en uh, dus toen heb ik gezegd van ik wil niet dat dat uitgezonden wordt want hier heb ik helemaal geen trek in nou ja dan krijg je dat geneuzel die uitzending kostte 60.000 euro toen zijn ze gaan knippen waardoor er geen touw aan vast te knopen was natuurlijk maar ik wilde verder niet vervelend doen maar het was een hele slechte ervaring voor mij als Rob Kemps mij gaat interviewen, dan heb ik een gesprek met Rob Kemps en niet met Scheuleman, die op de achtergrond staat. Oké, okay. ja, maar ik zag het inderdaad wel, Dat leek ook wel alsof hij een oortje in had of iets. Want dat ja, is dan... nou ja, uh, dat las ik later ergens anders, dat hij een oortje in had. Maar in ieder geval, de vragen waren gewoon samengesteld door Scheuleman. Het was hetzelfde veldje vragen als ze gebruikte toen ze mij interviewden. Ja, ja. ja, en als je daar dan zit, dan is het natuurlijk lastig om, uh, om helemaal niet meer mee te werken. Als het zeg maar zo tegen je zin was. Ja, een... ja, 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 nee. Want als Schuldeman ge mij gebeld had voor een interview, had ik het niet gedaan. Nee, nee. Ik hoorde je wel ook zeggen dat je nog hoopt ooit nog een, een hit te schrijven. Dat, dat, dat was voor mij uh, nieuw. Ik vond het wel heel, heel interessant. Ik dacht, ik zal eens vragen hoe dat, hoe dat nu in de praktijk dan is. Of, daar, of je daar al mee bezig bent. Hoe werkt dat? Nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar ik zit hier omgeven door uh, duizenden CD's en platen met vooral singers-songwriters. En. Ik heb altijd uh, het idee gehad, als je snel rijk wil worden, moet je een hit schrijven. Paul Anka was 15 jaar. Toen schreef hij Diane, had hij in principe nooit meer hoeven werken. Later heeft hij ook nog nummers als I Did It My Way gedaan. Maar uh, op zijn 15e had hij een wereldhit met Diane, kun je van de royalties uh, leven. Bobby Charles, dat is een jongen uit Louisiana. Die was 13 jaar, toen schreef hij See You later, Alligator. Dat is door honderden mensen gecoverd. Ik hoop voor omdat dat hij op zijn 13e de, de royalties goed geregeld had. Ik denk het niet. Maar anders had hij op zijn 13e dan nooit meer iets hoeven doen. Nee. Dus je moet maar één riedeltje doen en, uh, en het is raak. Nou, in Nederland is dat anders hoor, want hier een hit levert helemaal niks op. Maar als je een wereldhit hebt. En ik heb altijd wel eens het idee gehad, ik moet, moet zoiets proberen, maar dat is gewoon hobbyisme. Ik wil zeggen, het is, Nu zou het uit liefde ontstaan, toch? Uit hobbyisme, dat je dat nog wil ja, doet. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. ja dus, dat, dus dat was al met al, was dat dus niet echt een groot succes uh, bij, bij Rob Cames, maar snap jij dat? Waarom dan iemand als Rob Cames, die, die doet al van alles en dan gaat hij ook nog zo'n programma maken? Ja, maar dat zie je gebeuren bij, bij zenders. Ik, ik kende Rob Kemps nog helemaal niet. Snollebolken heet hij toch? Van links naar rechts, ja. Ja, uh, ja, dat is niet mijn sector. Dus ik zag hem voor het eerst. Mijn vrouw die is verslaafd aan de slimste mens. En dan kijk ik wel eens uh, mee. En uh, daar zat plotseling Rob Kemps. Ik kende die jongen helemaal niet. Maar die jongen had een ontzettende leuke, natuurlijke uitstraling. Die kwam over als een hele sympathieke jongen. En sterker, het is ook een hele sympathieke jongen. En... Die maakte zo'n goede beurt, en hij won ook nog, en toen ging hij met Matthijs van Nieuwkerk, ging hij uh, dat programma, uh, uh, Chanson heet geloof ik, ja. he, ging hij doen. En dat deed hij ook leuk, want hij weet heel veel van die Franse muziek. Overigens, nu we het over Matthijs van Nieuwkerk hebben, dat vind ik ook iemand die is uh, voor de bus gegooid. Uh, ik vind het werkelijk een schande. Dat vandaag in de dag, als iemand een keer een foutje maakt in het leven, en die zal wel eens een keer een foutje gemaakt hebben, dat hij niet een draai zijn oren krijgt, maar dat hij vernietigd moet worden. Kijk, ik zit zelf in die tv-wereld en ik heb redacties meegemaakt waar luie mensen zaten, waar mensen zaten die niks konden, dat mensen zaten die, die, die nooit een bijdrage leverden. En hij was het boegbeeld van de grootste successhow van Nederland. En als hij dan een woedeaanval krijgt, is dat nooit geweest tegen iemand uit zijn medewerkersgroep die goed functioneert. Want als je dat doet, als je je goede mensen uit gaat schelden, dan ben je niet goed bij je hoofd. En dat is geen sprake van bij Matthijs van Nieuwkerk. Dus de mensen die fouten maken en de slappelingen en de lichtgewichten daar was hij kritisch op. En als dat niet meer mag, weet je wat je dan kweekt, dan kweek je dus dat al die lichtgewichten die niks kunnen, die krijgen zeggenschap. Het is dan de kleine luiden die verenigen zich en die maken de grote sterke pot. Het is te gek voor woorden in dit land. Die man die is vernield. Hij mag nergens mag hij weer terugkomen. Maar als ik Talpa was, bedeen bedeen contracteren. Bedeen contracteren. Kans van je leven. Niemand wil hem hebben, nou wij wel. Want het is een waanzinnig goede tv-maker. Maakt het beste muziekprogramma wat ik ooit op de Nederlandse tv gezien heb. En dat hij af en toe een woede-uitvalletje heeft, nou dat had ik als hoofdredacteur van VU ook wel hoor. En dat heb ik ook wel eens ergens anders. Uh, en dat is niet goed te praten, maar er is altijd een reden voor. Hè? Uh, een woede-aanval heb je altijd als mensen fouten maken. Maar goed, dit was uh, Matthijs, maar dan komen we bij Snollebolle. Oh ja, daar ging het. Uh, Snollebolken, ik zie dan die directieleden van Talpa, die er heel veel verstand van hebben, die zitten te kijken. Ik denk, dit is een jongen, die moeten we hebben. En dat begrijp ik wel, want zijn uitstraling is hartstikke goed. En uh, dan komt hij en dan plotseling moet hij een, uh, een, een of ander ratio-programma, want daar zie Talpa in, uh, presenteren. En dan denkt hij, ik moet enthousiast doen. Uh, en dan gaat hij daar verschrikkelijk staan te schreeuwen. En dat vond ik niet zo'n succes. Het was ook geen leuk programma. En als je dan ziet, de gasten die erin zitten, dat zijn weer altijd dezelfde types. Want er zijn van die mensen waar ze ook voor bellen. Als ze maar op tv zijn, dan gaan ze er zitten. Maar dat levert nooit wat op. En vervolgens uh, moet hij naar die rel met Linda de Mol. Ik hou van Holland overnemen. Nou, dan komt Antoinette Schuleman voor de eerste te hoge hoed. Die gaat hem dan als presentator coachen. Antoinette heeft nog nooit van de leven... Gepresenteerd, weet helemaal niet wat het is voor een camera. als ze eens een keer in een talkshow zit, zegt ze niets waar ook maar een hond van wakker ligt. en die moet dan Rob Camps uh, coachen. En dan vind ik dat Rob dat niet eens zo slecht deed hoor, voor iemand die daar niet gewend is. Maar dan plotseling worden wij, uh, krijgen wij 14 dagen vakantie. en dat moet opgevuld worden. en dan wordt er bedacht 10 vragen. En die vraag, ik weet niet wie ze samengesteld heeft. Maar de schoolkrant had die vragen weggegooid. Maar het is de basis van dat programma. Dan weet je het al hoe het ervoor staat. En dan moet weer Rob Kens dat doen. Maar Rob Kens is een leuke jongen. Maar het is niet zo'n getalenteerde jongen. Want hij kan wel gek doen op het toneel. Maar de liedjes die hij zingt, die zingt zijn partner. Die ook in dat bolletje zit. Dus hij staat gewoon te playbacken en roept alleen: Donder u. Ja. Heel knap hoor, maar dat is het enige wat hij doet. En nu interviewt hij iemand terwijl de vraagjes door iemand anders gesteld worden. Dat is een hele onnatuurlijke manier voor interviewen. Dat zou ik niet willen. Ik zou het ook niet als coach willen dat ik de vraagjes voorkoude. Dus dat kan nooit lukken. Want je voelt, je voelt aan die gesprekken dat er iets is. Als wij hier zitten te praten, dan hebben we een normaal gesprek met een normale chemie. Maar. Daar kwam alles een oortje in, of op een papiertje van iemand anders, en nee. dat is verschrikkelijk. Maar je kunt je ook afvragen, Rob Kemp, die kan ook zelf denken. Van, nou ja, Rob Kemp, die stond altijd op bruiloften en partijen eh, en op kermissen te hossen, en die vindt het ontzettend eh, interessant de tv-wereld. Maar hij realiseert zich niet dat hij zichzelf nu aan het afbranden is. Alle mensen die overal gaan zitten waar ze voor gevraagd worden, die branden zichzelf af. Ja. Je had het net over Matthijs van Nieuwkerk ook, maar in hoeverre vrees jij wel eens dat, dat er een verhaal van vroeger door, door een kleine minderheid of door iemand opgerakeld wordt en dat je dan ook aan de beurt bent? Of had het dan al langer gebeurd moeten zijn? Ach, als je vroeger in je medewerkerskorps wat NSB'ers had, die kunnen dat wel doen, maar het is niet zo, ik had niet zo'n reputatie dat ik slecht was voor mijn personeel. Dat had ik helemaal niet. Ik kwam voor de mensen op, ik stond voor de mensen en ik kon wel eens kwaad worden. Maar kijk, ik had niet van die woede uitvallen dat ik met overslaande stem mensen verrot schoot of zo. Maar ik kon best eens uit de hoek komen dat ze wisten dat ik daar niet van gediend was. Maar uh, ja. Maar ja, dat hangt boven je hoofd in dit land nu. Uh, als iemand die anoniem is naar een news-kanaal een verhaal vertelt over mij, of, of boulevard of shownieuws, nou ja, dan, dan wordt het dezelfde avond al gebracht. Al die serieuze kranten die met de den neerkijken op dat soort programma's, die maken er een hoofdredactioneel stuk van, want uh, dat verkoopt blijkbaar. En je bent al vernietigd en beschadigd uh, voordat er sprake is dat je ook maar enige schuld hebt. Je ziet dit in Nederland: de regisseur bij The Voice. Uh, Danny de Munk, die politicus van de Partij van de Arbeid. Johnny de Mol. Ze zijn allemaal kapot gemaakt en de politie ziet geen enkele aanleiding om ze te vervolgen. Nee. Wie zijn al die schreeuwledelijken nou aan die talkshowtafels. die al die mensen uh, te kakken zetten terwijl er niets aan de hand is, omdat ze puur reageren op social media. Social media, dat is vergif, want alle mensen. Laten hun mening afhangen wat ze op social media zien. En als er heel veel gekken over een onderwerp onzin gaan verkondigen, dan worden mensen een beetje warrig in het hoofd en dan gaan ze meedoen. Dat is het, het kunnigvolkidee. Ja. Maar Thijs van Nieuwkerk zou dan toch niet half acht gaan presenteren als hij wordt aangetrokken door Taupe? Weet jij wie ik, de derde is trouwens? Nee, dat weet ik oh. niet. Daar maak ik me ook helemaal niet druk om. Maar als ik zie wie het doen, Helene, die uh, heeft er eigenlijk geen zin in. Die wil graag in de sport blijven. En uh, Sam, dat komt een beetje te vroeg. Die moet eerst een grote jongen worden in Politiek Den Haag. En dan denk ik, als ik Talpa geweest was, had ik die gok genomen. Maar ik had ook die jongens van Media en ik genomen, die twee. Want dan ben je een beetje alternatief. Media en kun je vergelijken als programma uh, wat wij doen. Die doen ook iets op een totaal andere wijze. Het is geen flissende TV. Maar er zit wel karakter in. En ik kan er met heel veel plezier naar kijken. En dan heb je niet de geëikte talkshow. Want half acht wordt nu toch weer een talkshow. Zoals we dat 13 in een dozijn hebben. En had je die twee jongens van Media Dan trek je een bepaald publiek aan. Dan heb je iets bijzonders. Maar dat durven de baasjes dan net niet. En Martijs nu aantrekken. Dat durven ze blijkbaar ook niet. Ja. Het wordt tijd dat ik eens eh, in die directie kom te zitten, een frisse wind. Maar en jij bent op is... de rechterhand, dus heb je nog contact gehad deze dagen? Of... Nee, ik... ja, maar dat maakt Wilfred ervan. Ja. Kijk, die familie De Mol, ik heb lak aan de familie De Mol. Kijk, in mijn contract staat dat ik alles over de familie De Mol mag zeggen. Dus John de Mol, die... die, die... Ik ben onantastbaar. Daar gaat het niet om, maar ik vind wel, als je toevallig de Mol met de achternaam heet... dan kun je niks goed doen in dit land en het kleinste incidentje wordt opgeblazen tot een rel. Want John de Mol wordt als een hele slechte man afgeschilderd. Nou, ik ken hem al jaren en hij heeft mij wel eens uh, behoorlijk uh, de waarheid gezegd. Maar dan denk ik, ja, jongen, het is jouw toko. Als ik op jouw stoel zou zitten, zou ik dat misschien ook wel doen, hè? Dus dat kan, ik, dat kan ik heel goed hebben, want ik ben niet heilig. Maar ik vind het wel heel onrechtvaardig hoe die hele familie uh, door al die zenders en nieuwskanalen kapot gemaakt wordt. Nu, nu, nu word je met 2,5 miljard in je zak niet zo snel kapot gemaakt, maar ja. ze worden wel beschadigd. En dat, dat vind ik een beetje onrechtvaardig.